Goedemorgen, donderdagochtend, 6 uur. En ik zit lekker beneden. Ik was een beetje aan het chillen. Ik was dingen voor groep 3 aan het klaarzetten. Ik zie steeds allemaal leuke ideeën op Facebook voorbij komen. Want ik ben lid van allemaal van die groepen. Dus ik was het even in ons schoolsysteem aan het zetten. Zodat ik daar morgen makkelijk mee verder kan. Ik dacht, als ik dat nu alvast download en daarin zet, dan scheelt dat weer morgen. En ik ga nu Sterre uit bed halen, want die is wakker. Donderdag dus, er komen strakjes boodschappen. Die hadden we besteld tussen 8 en 12. En er komt iemand van Eneco voor de warmtemeter. Geen idee, die moet kijken in de meterkast. Die komt tussen 8 en 10. Ideaal, want Marco begint om 12:30 met werken. Dus dat is top. Dus dat komt precies goed uit. Dus dan kan een van ons, ik gok dat ik dat ben, de meiden naar school brengen. En de ander is thuis. De boodschappen, zeggen ze nu, komen tussen 9:30 en 10:30. Dus ik verwacht niet dat die komen als ik ze naar school breng. Maar voor de warmtemeter weet je het nooit. Want dat is gewoon een tijdsvak van 2 uur. En we gaan het wel zien. Volgens mij duurt het niet zo lang. Dus we gaan er een slimme meter in maken. En nog iets. Nou ja, helemaal goed. Dus dat is het plan. Meiden gaan naar school. Vanmiddag willen ze van die loodjes, wat we laatst hadden gedaan, dat willen ze graag doen, maar dan met tekenopdrachten. Dus ze zeiden gisteren, joh mam, wil jij dat gaan maken? En dat we dat kunnen doen als we uit school komen. Dus nou ja, prima. Dat ga ik straks lekker doen voor ze. En verder heb ik nog lekker een dagje thuis voordat ik 1 dag moet werken en dan begint lekker het weekend. Dus heerlijk, die derde dag. Vind ik zo lekker altijd. Ik weet niet, extra cadeautje. Rustig dagje, denk ik. Half 8. Ik loop al 35 minuten met de hond. En ik heb nou, over een minuut of 10 thuis. Even alvast een lekkere wandeling. Zo. Laura heeft een dikke trui aan, dus dan weigert ze een jas aan te doen. En een dikke tas. Heb je het al koud? Nee. Oh. Want dan, ik zei, het pand is vanavond. Ja, het is bizar. Heb jij dat ook gezien, hoeveel ja. Er zijn? Ja. Zijn er echt... Ik zijn er op zo'n 20. Nou, ik denk wel meer. 1000. Nou, dat zijn er wel heel veel. 100. Ja, dat denk ik, ja. 1100. 100.000. Wat is 1000 plus 100? Dat is 1100, noem maar. 1100? Ja, denk dat er 1100 zijn? Weet je. Kijk maar hoeveel. Ik denk dat er hier ja. Eentje bij was, want... Hier. Dat was en een daar. Hele gladde. Want... En daar. Ja. En daar. Ligt helemaal vol. Een hele weg met champignonnetjes. Met champignonnetjes. Zijn het geen champignons, denk ik? Nee. Nee? Ja. Met een heleboel pannenstoelen. Heleboel. Om de boom zijn al heel veel pannenstoelen. Ja. Om de boom heen. Maar ze zijn wel giftig, inderdaad. Ja. Yes, de boodschappen zijn binnen. Ik zal je laten zien wat we gekocht hebben. Oké, chippies voor morgenavond, Oreo's voor de school, deze kregen we gratis, een haverdrink en vlokken, 2 broden, tijgerbruin, doen we er eentje in de vriezer, 2 dingen met puntpaprika's, 3 kommers, deze vindt Mila heel lekker voor mijn school. Wafels. Nog meer chips voor morgen. Spekjes. En eieren. Het is gewoon heel veel cool speel dit keer. Hoepsa. Namelijk 2 zakjes ijsbergsla. 3 komkommersalade. 6. Yoghurt voor Lauren, soja, yoghurt, aardbei. 4 van deze kipburgers, die vindt Marco heel erg lekker eigenlijk vooral. 3 zakjes met krieltjes. 2
2 mozzarella voor in sla. En een witte kaas voor in de sla. En deze geelworst. Niet zo heel veel deze keer. Ik moet wel zeggen dat ik net bij de Appie ben geweest voor boter. Want dat heb ik niet besteld. En we hebben thee nodig. Dus we gaan nog wel een keer. Oh nee. Wow. Ik heb geen fruit besteld. Wow. Oh, dit is zo dom. Marco, ik heb geen bananen en appels. Ja, dan moet ik vanmiddag al, want ik dacht dat we het precies gingen redden. En deze olijven trouwens. Vinden vooral Mila en Sterre heel wel lekker. Dus dan maak ik een salade en dan eten zij eerst al die olijfjes eruit. Nou ja, even alles opruimen. Het is al een stukje later. Sterre is net wakker en ik heb net de tekenopdrachten gemaakt voor vanmiddag. Maar Mila wil ook nog Mario Kart spelen. Dus we moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Ik ben even op Sterre der kamer. Pak even een luier. Ze is al wel even wakker eigenlijk. Marco is ook al zo'n 2 uur naar zijn werk toe. En ik ga haar luier verschonen. Haar pak aantrekken. En dan gaan we de meiden halen. Ik neem de hond even mee. Want dan is hij uit geweest. En dan hoeven we niet nog een keer de deur uit. Dat vindt Mila heerlijk. Sterre ook wel. Maar Lauren is daar niet zo fan van. En die is erg moe. Dus ik dacht, weet je, doe het even zo. Dat scheelt weer. Paddenstoelen. Waar gaan we naartoe? Naar? Waar gaan we heen? Een school toch? Gaan we je zussen halen. Met je wafel, hè? Ja, lekker naar school. Met de... Zo, we gaan weer lekker naar huis. Mama, wil jij deze duwen? Moet ik toch weer zelf duwen? Ja. Heel stuk later. Het is 7:50 ondertussen. En Sterre ligt al een tijdje op bed. Die heb ik lekker gebadderd. Jullie hebben heel leuk gespeeld met vriendinnen Chammy. Ja. Was gezellig. Toen hebben we lekker gegeten. Daarna hebben de meiden alles helemaal... Opgeruimd. Dus het is echt helemaal leeg. En met mijn vriendin ging ik lekker met Lauren, met mijn vriendin en met mij. Dus dansen, boven spelen. Ja. Een beetje niet kleuren. Ja, maar Mila, nee. Waarom wou je niet met mij boven spelen? Nu komt Marco bijna thuis en nou gaan we zo lekker naar bed. Ja. Huh? Moe. Is die stuk afkijken? Ja, want we zijn een makeover aan het kijken van Crea Chick. Hè? En daarna heb ik nog een filmpje beloofd van... Thomas en Rutger. Mogen ze allemaal altijd een filmpje kiezen en dan kijken we op mijn laptop. Dus helemaal leuk. Dus wij gaan nog even verder kijken. Nee, en Paco. En Paco. Ja. Want dat is de hond van... Rutger en Thomas. Dat is een witte hond en ze hebben daar heel veel boeken van. Ja. Leuk hè? Nou, ga verder kijken. En toen was het alweer zaterdagochtend. Wij hebben donderdagavond niet zoveel meer gedaan. Dus kort na de vorige opname lekker naar boven gegaan. Ik heb gisteren besloten mijn dagje niet te vloggen. We hebben... een leuke dag gehad. Ik heb gewoon gewerkt en we aten 's avonds bij mijn ouders. En toen we terugkwamen hebben we hier nog een beetje gechilled met z'n vijfjes. En toen ging iedereen lekker naar bed. Maar ja, daar had ik toch geen beelden van kunnen maken. Of weer zo'n hele korte vlog. En ik dacht, nee, ik ga het gewoon even een keertje niet doen. Betekent niet dat ik nooit meer ga filmen op werkdagen. Maar gisteren dacht ik, ik doe het even niet. Dus dat betekent dat je morgen geen vlog ziet, maar zaterdag ben ik weer terug. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot overmorgen. Doei doei!